creatie, het creëren van iets wat er eerst nog niet was. En ik denk dat veel van de kids hier, voor wat voor reden dan ook, een beeld hebben van hun toekomst. Waarvan ik denk dat iets heel anders zou kunnen zijn. Dus als zij dat leren, leren ze wellicht ook een andere toekomst voor zichzelf in te beelden en dat te manifesteren. Dus dat is hoe ik denk dat het zou helpen. Of geloven dat het zou helpen. En ik weet dat het zou helpen. Ik denk als je het op de lange termijn zeg maar, doet en verschillende activiteiten organiseert, dan kunnen de jongens ook werken aan hun sociale vaardigheden. En dat is natuurlijk iets heel belangrijks, iets essentieels natuurlijk bij het resocialiseren. Ja, waar de jongeren over het algemeen wel een tekort in hebben. It's a combination of self-awareness, self-esteem, emotions and behavior, language and expression. To find creative ways for them to express. And how I do that through art, drama. Sometimes I use soccer. Ons bewegen veel, we lachen, dollen met elkaar en je merkt gewoon dat er een positieve energie is, dus een positief geluid. Ik denk ook dat het voor de staf ook moeilijk is om zelf een andere dynamiek te brengen. Ze zitten tussen die muren en dat geldt ook voor het personeel. Die zitten ook vast aan een routine. De kracht van JIP zit hem dat mensen binnenkomen, vallen ook echt letterlijk binnen. Het is bijna een soort overval. Waarbij ook de menselijke maat heel belangrijk is. Dus ik vind het zelf heel erg belangrijk dat de workshop, ook die door JIP worden georganiseerd, ook iets ademen van ontmoeting. I grew up in Philippi. Growing up there, I got exposed to crime and loads of other negative activities, drugs included, like from an early age. And so eventually, I got arrested and sentenced, to prison. So by the time I got to meet Young in Prison, I had already been in prison for a while. I met them back in 2007. And from then on, I started joining their programs and doing, workshops and stuff. Yeah, since then I have never looked back. It has been, a very an awesome journey. Yeah.